als ik zo meteen vis en allebei mijn vliegen kaarsrecht onder mijn beetverklikker hangen, dan vis ik dus mijn buzzertje zeg maar ongeveer op 3 meter en mijn nimf die er een meter onder hangt ongeveer op 4 meter diepte. Oké, we zullen eens kijken of het met wat visbeelden nog wat duidelijker is. Dit is een diep reservoir waar ik nu... Oh, zul je ook altijd zien. Je kan er dus voor kiezen om die gelijkmatige retrieve toe te passen, zoals die eerder is besproken in het filmpje over de rollerpolly techniek. Nou, leuke regenboog.